Mag ik jou wat vragen? Wat is voor jou waarheid? Ja, dat is een moeilijke vraag. Wat is voor jou waarheid? Oh, dat is een moeilijke vraag. Oh, dat is een hele lastige vraag. Waarheid? Ja, gewoon dat je elkaar eerlijke dingen vertelt. Voor mij is waarheid iets wat niet waar is. Waarheid? Ja, ik vind het een beetje... Ja, je hebt verschillende... Ja, ik vind een beetje waarheid een beetje raar begrip. Ik denk niet echt dat je een waarheid hebt eigenlijk. Want voor de een is waarheid, anders... Wij hebben ook discussies, IDM-discussies. En de een vindt zijn waarheid de waarheid en de ander niet. Nou, voor mij is waarheid God. Wat is voor jou waarheid? Als mensen eerlijk tegen elkaar wezen. En dat is mijn waarheid. Nou, alles wat waar is. En wat versta je daaronder? Nou, dat er geen leugens zijn, niet omheen gedraaid, gewoon zoals het is. Nou, eigenlijk levende God. Dat is gewoon de waarheid. En waarom? Nou, dat kan ik niet verklaren, want het is niet menselijk dat je dat gelooft in iets wat je niet ziet. Maar toch geloof ik het en voor mij is het waarheid en ik weet gewoon dat het zo is. Nou, als iets op feit is gebaseerd, denk ik. En als ik iemand heel goed ken en die zegt iets tegen me, nou, dan baseer ik het ook wel dat het op waarheid is. Nou, ik denk in principe dat geloof al waarheid voor me is, maar dat vind ik nog heel moeilijk om dat zeg maar ook echt nu al als waarheid te zien. Maar ik wil er wel naartoe werken dat dat de waarheid voor me wordt. Wat is voor jou waarheid? Ik heb zoveel dingen gehoord. Daar zou ik even over na moeten gaan denken. Oké, dankjewel.